Goedemorgen. Jeroen Kraan, we staan hier bij een hele grote rode truck. Dat klopt. Wat is dit? Dit is een mobiel kitehostel. En mensen kunnen hier overnachten. En nou ja, als ze willen kunnen ze ook nog downwinders gaan doen. En het idee was om eigenlijk naar Marokko te rijden. En in Marokko downwinders te organiseren. Dus dat mensen elke dag 100 kilometer of misschien 50 kilometer kunnen afleggen. En dat al hun spullen meegenomen worden. En dat we op elke plek weer een klein feestje of een mooie slaapplek voor ze klaar hebben staan. Jeroen Kraan doet al 14 jaar aan kitesurfen en zwierf de afgelopen jaren in een camper door Europa. Dit jaar opende hij in zijn zelf ingerichte truck met aanhanger zijn mobile kitehostel. Omdat hij vanwege corona even niet naar het buitenland wilde, staat hij nu alweer 2 maanden in Lelystad. Ja, er is zeker wel animo voor. Op dit moment heb ik nog niet heel veel aan advertisement gedaan. Maar ik heb wel al wat gasten uit Duitsland en uit wat verdere omgevingen gehad. Want ja, in Nederland is het toch een half uurtje rijden, dan ben je alweer thuis. Over een week of twee wil Kraan alsnog de tocht richting het zuiden maken. Gezien alles eigenlijk ook wel meer rood wordt en het overal eigenlijk wel een drama is qua corona. Denk ik toch dat ik misschien gewoon ervoor ga en gewoon goed ga uitkijken en veel in de natuur ga rondhangen. De kitesurfondernemer is zeker van plan om volgend jaar met zijn mobile kitehostel terug te komen naar Lelystad. Het is een hele mooie omgeving hier en bij Trintelhaven en zo heb je verschillende plekken hier. Eigenlijk heb je hier 360 graden wind. En ik kan binnen 5 minuutjes op een andere spot staan. Mocht de oostenwind komen, dan sta ik op een andere spot. En dan heb je daar ook een perfecte omgeving om te kiten. Dus qua kiten is het hier helemaal geweldig.